Hey, goedenavond en welkom bij Can You Escape? Het is een escape room spel, zo. We gaan even kijken. Oh, het ziet er wel veelbelovend uit, moet ik zeggen. Moet je puzzels oplossen? Dit wordt nog lastig. Dan heb je een schroevendraaier voor nodig. Negatief 15, die moet ik onthouden. Sluitertje heb je voor nodig. Negatief 15. Oh. Oh, het is een paard. Ik zie het al. Wat? Ja, niet weer. Jeetje. Oh mijn god. Moet ik het weer doen? Wat deze dan nog wel op te lossen eigenlijk? Ga ik maar dan af. Ik denk dat dit hem is. Ja. Wat is dat dan?
Oké, eindelijk heb ik hem opgelost, dus nu moeten we maar even kijken hoe we dat verder gaan doen. Zie ik, ik wist wel dat ik iets verkeerds had gedaan daar. Ja, oké. Okay. Nou spreken we Nederlands. En dan is de code 1915. Ik wist het wel. Oké. En hier heb ik een pasje voor nodig. En hier sleutel. 493. Oké, die moet ik onthouden. Vier, negen, drie. Wat staat er voor? Oh, ik denk dat die hierop hoort. Nee, oké. 493, die had ik al. Oké, nee. Oh, wacht, die hoort hierop. Oké. Dan hoort die daarop. Is dat een pasje? Oké. Vier gekleurde reisautootjes. Oké. Del per se. Maar misschien in de volgorde van de reisauto. De eerste staat op de eerste positie. Tweede positie. Hoe staat die dan? Oh, wacht. Ik weet het al. Oké, dat is al 1. Deze is een beetje aan de lastige kant. Oké, die heb ik. Oké. Die heb ik ook weer. Thank you.
Oh, wacht. Ik denk dat deze op de volgorde staat van de reisauto's, maar... Oh, wacht. Oh, wacht. Ik weet het al. De groene staat voor, voorin. Voorin, achterin. Nee. Ik zou het echt niet weten. Nou, ik ga deze video afsluiten. Bedankt in ieder geval voor het kijken en voor het internet. Zet daar namelijk, kijk maar. Maar in ieder geval, ik zie je allemaal de volgende keer. Doei doei.